De overheid zal in het vervolg 88% van de afnemers van huishoudelijke elektriciteit subsidiëren. Hiervoor wordt er een bedrag van 500 miljoen SRD per jaar vrijgemaakt. Minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen presenteerde gisteren de nieuwe tariefenstructuur van de energiebedrijven Suriname. In het vervolg wordt de stroomprijs berekend aan de hand van basistarief en een verbruikstarief. De bewindsman legt uit hoe deze tarieven tot stand komen. Het basistarief zal gebaseerd zijn op de vaste kosten, de niet-energiekosten en op een vast bedrag per maand afhankelijk van de aansluiting en dan voor langere tijd. Terwijl het verbruikstarief daarentegen, dat zal gebaseerd zijn op de werkelijke kosten. En dat zijn het kosten die te maken hebben met productie en inkoop van energie. Dit tarief zullen wij op kwartaalbasis vaststellen. Ik laat u dan zien een tabel met de opbouw van het basistarief in de nieuwe tarievenstructuur. In de tabel staat LS voor laagspanning, HS staat voor hoogspanningafnemers. En het heeft niets te maken met uw 110 of 220 aansluiting. Die zijn LS-aansluiting. De groep laagspanningafnemers is verder onderverdeeld in een huishoudelijke groep en een niet-huishoudelijke groep. Die groepen zijn dan weer onderverdeeld in subgroepen, namelijk 1-fase, 2-fase en 3-fase aansluitingen. Ten aanzien van de huishoudelijke afnemers. 1-fase aansluiting zal een basistarief hebben van 216 SRD. De 2-fase aansluitingen die zullen een basistarief hebben van 357 SRD. Abiyamofo zegt dat bij de huishoudelijke afnemers in de 3e fase het basistarief afhankelijk is van het geïnstalleerde vermogen. Bij de niet-huishoudelijke groep zal het basistarief gebaseerd zijn op het gemeten vermogen. De bewindsman gaat in op de nieuwe verbruikstarieven voor de verschillende afnemers. Laagspanning afnemers 1 SRD en 2 cent. Hoogspanning afnemers 1,056 en straatverlichting ongeveer 2 SRD en 4 cent. Per kwartaal wordt het verbruikstarief vastgesteld en dan wel op basis van de werkelijke kosten. En die werkelijke kosten zijn onder andere de prijs die betaald moet worden voor de fossiele brandstof, zware olie, diesel en de inkoopprijs voor stroom. Minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen gisteren tijdens een regeringspersconferentie. Met dit tarievenregime zal een deel van de huishoudelijke afnemers een lagere rekening krijgen. Echter is er als regering besloten om de minimumrekening te houden op 50 SRD. Dat wil zeggen dat niemand minder dan 50 SRD voor stroom zal betalen.